zoals ik al zie, ik zit nog lekker in mijn warme pyjama, lekker in de herfst- en kerstsfeer. Maar ik heb zoiets van, ja, daar komt de kruid die zetel. Ik heb echt geen zin, die zetel zit echt zo goed. Met een dekentje op me, peignoir aan, tv'tje en wat had de mens meer nodig in het weekend? Niks toch? Maar ik heb nog zoveel te doen, ik moet nog een douche, zoals ik al zie, mijn haar is echt vettig, trekt op niks, maar... Ik heb echt geen zin om uit die zetel te komen. Het is ondertussen al bijna 22:30 en ik zit hier nog te niksen. Ook al heb ik nog zoveel werk. Ik zit gewoon nog in mijn zetel. Maar ik heb echt zoiets van, vandaag is zo'n dag dat je echt niks moet doen. Maar ja, zo raken we er ook niet, hè. Dus ik ga eens uit mijn zetel kruipen. Ja, letterlijk kruipen. Douchen en dan een keer begin aan... Wat gaan we doen hier vandaag? Dus, let's go! Let's go! Zeker nu ook, het is buiten koud en dat je dan onder zo'n warme douche stapt, dat is echt zalig. Want als je in de zomer onder een warme douche stapt, dan is dat niet zo heel leuk, maar in de winter is het echt zalig. En het leukste nu ook, het is buiten koud, dus ik kan lekker binnen zitten met een warm dekentje, een warme chocomelk en een goede film. Wat heb je meer nodig in zulke dagen? Niks toch? Oké, ja, de kerstboom, pakjes en... Nog iets om te eten. En voor de rest? Niks toch? Maar nu even iets anders. We zijn met de klas bezig aan een geheim project voor een vak op school. Ik kan nog niet zeggen wat dat project is, want zie dat ik onder mijn voeten krijg. Dat wil ik zeker niet. Maar ik ben er ook filmpjes voor aan het maken. En het is wel een redelijk serieus project, dat wil ik wel zeggen. Maar er is ook plaats voor minder serieuze dingen. En dat wil ik jullie eens tonen. Want school, het is al redelijk serieus genoeg. Ik wil maar tonen dat er altijd tijd is voor plezier. Het moet niet altijd echt serieus serieus zijn. Maar het moet natuurlijk wel goed gedaan zijn. En dat wil ik jullie eens tonen. Maar wat wij bezig zijn, dat is ook zeker niet de bedoeling. Want jullie gaan wel op het einde stond weten waar dat wij mee bezig zijn, hoe of wat. En alle details volgen nog. Maar voorlopig moet het nog eventjes geheim blijven. Denk ik toch. Ik hou het gewoon op zekerste. Het moet nog eventjes geheim blijven. Ik zei daarnet ook alleen nog het een en het ander moet je doen. Wel, je kan het al raden. Het ene wat ik moest doen is... Jawel, studeren. En wat ik vandaag ga doen is mijn woordjes Frans leren. Ik heb binnen een aantal weken test Frans van die woordjes. En ik kan er niet vroeg genoeg aan beginnen. Ik weet, het is niet zo heel veel, maar het kruipt daar zodanig veel tijd in dat ik zeg van... Ik begin er vroeg genoeg aan dat ik niet moet panikeren, dat ik niet ga klaargeraken. Ik wil jullie vandaag ook laten zien hoe ik mijn woordjes Frans studeer. Hoe begin ik aan mijn woordjes Frans, Engels of gelijk welke taal? Wel... Ik begin op de pagina waar de klas geëindigd was. Ik schrijf alle woordjes op van die pagina. Daarna verdeel ik die pagina in gelijke blokken en leer ik blok per blok. Als ik de eerste blok gedaan heb, ga ik naar het tweede blok. Als ik het tweede blok gedaan heb, herhaal ik de eerste en de tweede blok, vooraleer ik doorga naar het derde blok. En zo doe ik dat voor heel de pagina. Voor mij is dat eigenlijk heel gemakkelijk, want zo onthoud ik rapper veel meer woordjes. En als ik dat herhaal, heb ik niet zo het gevoel van... Tja, heb ik dat wel geleerd? Of ja, ik onthoud veel makkelijker als ik heel veel herhaal. Logisch, want hoe meer dat je herhaalt, hoe rapper dat je iets in je hoofd hebt. Logisch toch? Ja?
Ze hebben dat eigenlijk altijd al gezegd in het middelbaar. Er kwam dan zo iemand spreken over het gehoor. En het eerste waar ze het altijd over hebben is herhalen, herhalen, herhalen. Maar ze zeggen nooit dat je tijd over hebt. Nooit, nooit. Ik heb nooit tijd over. Of ja, ik heb af en toe al vrije tijd. Maar ik heb altijd werk voor school. Altijd. Je hebt toch ook altijd vrije tijd nodig om iets te ontspannen. Maar daar praten ze dus nooit over. Hè? Altijd over herhalen, herhalen, studeren, herhalen. Dat is het belangrijkste. Herhalen. Boeken toe. Gedaan voor vandaag. Ik hoop dat jullie een beetje van deze video genoten hebben. Geef deze video zeker een blauw duimpje. Abonneer voor wie dat nieuw is. En dan zie ik jullie gewoon de volgende keer terug. Ciao!